sommige plaatsen in ons land komt met het pompwater methaangas uit de bodem. Daar dit verschijnsel zich ook in Amsterdam voordoet, worden van gemeentewegen op grote schaal boringen verricht, waarbij in één pompstation 90.000 liter water per dag omhoog wordt gebracht. Het gas wordt opgevangen in een gashouder en onder hoge druk gebracht. Daar auto's die op methaangas rijden een 2 maal zo grote actieradius hebben als auto's op lichtgas, wordt aan deze gaswinning grote waarde gehecht. Met speciale kriks is het mogelijk het condensaat te verwijderen zonder dat demontage van de flessen nodig is. Een tankwagen kan auto's die onderweg gestrand zijn van nieuwe brandstof voorzien.